Hoi en welkom bij deze video over SketchUp en ik ga het hebben over opdelen. Kan ik een bestaande lijn opknippen in 2 gelijke stukken, 3 gelijke stukken, 4 gelijke stukken? En het antwoord is ja, dat kan, want anders wordt deze video heel erg kort. Hoe doen we dat? Je selecteert een lijn die je wil opdelen. Die wordt blauw. Je klikt rechts en dan staat daar de optie tussen Divide. En als ik daarop klik, dan kan ik of heen en weer bewegen met mijn muis... Of ik kan direct een getal invoeren, daar zo, bijvoorbeeld 5 en dan de enter toets. En dan is die opgedeeld in 5. Kan ik dat meteen zien? Nee, maar als je de entity info open hebt staan, dan zie je nu dat het al wel 5 stukjes zijn. En elk stukje heeft dan zijn eigen lengte, de gelijke lengte, want ik heb een gelijke opdeling gedaan. En dan kan ik bijvoorbeeld zeggen vanaf het einde van lijn 1 wil ik naar beneden. En het einde van lijn 3 wil ik ook naar beneden. En dan ga ik een beetje pushpoelen, zo. Tot aan, wat zullen we doen? Tot aan de helft hier. En dan heb ik 1 vijfde, 2 vijfde, 3 vijfde, 4 vijfde, 5 vijfde. En deze twee, die zijn dan teruggeduwd. Dus opdelen, ja, het kan. Aanklikken, rechtermuisknop, divide, bewegen met je muis. En als je het gewenste aantal hebt, klik je. Of je voert hem in, gevolgd door enter. Opdelen. Er is geen knop voor, maar tenminste geen prachtig icoontje voor. Maar onder de rechtermuisknop kan je soms leuke dingen vinden. Dankjewel voor het kijken. En succes met tekenen. Graag tot de volgende video. Leuk dat je er was. Doeg!